Nou, mijn soort is iets anders. Ik ga jullie wat inzicht geven in het leven van de leukste ene soort van Nederland, namelijk de smint. Wij zijn met een hele groep mensen in 2015 begonnen met een onderzoekje aan smienten in de Krommenie Woudpolder en de Woudpolder. Dat hebben we in eerste instantie gedaan vanwege griepvirusonderzoek. Dat was toen midden in de eerste of de tweede H5N8 uitbraak in Nederland. En toen hebben we een hele hoop smienten gevangen, een stuk of 80. Daar hebben we bloed van genomen. En in die maanden daarna zagen we eigenlijk regelmatig die metaalgeringde smienten terug in de polder. Dus toen begon bij ons eigenlijk het idee van hoe lang blijven die beesten hier eigenlijk. Dus toen kwamen we op het idee om kleuringonderzoek te gaan doen. Met eigenlijk de volgende vragen. Zijn die vogels plaats trouw? Komen ze terug elk jaar naar hun wintergebied? Hoe zit het met paartjes? Blijven ze partner trouw of niet? En hoe vormt die paarband zich in de winter? Hoe lang blijven ze in de polder? Verder tellen we het aantal jongen om iets te weten te komen over broedsucces. Nou, dat griepvirusonderzoek is er gewoon ingebleven. Verder hoopten we met die kleuringen iets meer nauwkeurige, of in ieder geval levende terugmeldingen te krijgen uit andere delen van het winteringsgebied. Wat onverwachte zaken die te sprake kwamen, waren meer bewegingen door de polder heen. Doortrekken als een soort opvetplek gebruiken op de najaarstrek. En mocht je nog een gekleuringde smint zien, kun je hem of melden met de F van Mario of op kiesmet.org, komt hij altijd goed terecht. Nou, waarom hebben we deze polder gekozen? Er zitten heel veel smienten. Dat betekent dat het graslek kort blijft. Dus makkelijk met kleuring aflezen. Het is een vrij afgesloten plek. Dus weinig verstoring. Die smienten zijn heel erg gewend aan de boer. En inmiddels ook al een beetje aan ons. En wat heel erg helpt is op het linkerplaatje. Alle weilanden zijn beschoeid met palen en drijfhout. Wat aflezen veel makkelijker maakt. En ja, dan is dit onze bekendste smint uit onderzoek, geel F2. Inmiddels heeft ze de naam Jasmin gekregen. Dit is haar met haar partner. Ze is altijd met een ongeringde man geweest. Nou, hoe hebben we Jasmin leren kennen? Op 18 februari 2015 hebben we haar gevangen in de Woudpolder. Met het plaatje links met kanonnet. En bijna een jaar later, of iets meer dan een jaar later, in 2016, toen we begonnen met kleuringen, toen vingen we haar weer terug en toen heeft ze de kleuring gekregen. En dit is het overwinteringsgebied van haar. Nou, dit is de Woudpolder en de Krommenierwoudpolder. Nou, eigenlijk doet ze niet zo heel veel. Alle aflezingen van haar komen uit dit kleine gebiedje. Dat leverde voor ons ook een hele verbazing op, toen we in één keer in juli 2016... deze melding kregen. En wij dachten in eerste instantie, klopt dit wel? Dus we hebben die man gemaild in Finland, in Rovaniemi, als ik het goed uitspreek. Hij bleek haar daar gewoon te zien in het stadspark. En ze was namelijk ook nog eens niet alleen. Hier zie je dat ze gedroeg zich een beetje als een stadseend, een parkeend. En wat voor ons heel leuk maakte was dat dit een van de 7 vogels is die we terugmelden uit het buitenland levend. Ooit een Nederlandse geringde smint. En waarvan 5 van die terugmeldingen komen van onze kleuringen. De rest komen allemaal uit Engeland en Duitsland uit het overwinteringsgebied. En dit is de enige smint die ooit in het broedgebied is teruggemeld levend. Het broedgebied dat reikt van Finland tot aan diepdonkere Siberië. En zoals ik al zei, ze was niet alleen, want in 3 van de 4 jaar dat ze is gemeld uit Finland, had ze kuikens. 3, 4 en 5. En op 1 volgende jaren. Oh, 6, sorry. ik wist dat het niet zo mooi opliep. voor ons maakte dit heel mooi, want die man, die mailde ons elk jaar met grote uitroeptekens in het onderwerp van de mail. Ze is terug. Dus op deze manier hebben wij deze smint tot aan 2021 heel mooi kunnen volgen. Daarna hebben we haar nooit meer gezien. Dus vermoedelijk is ze inmiddels gesneuveld. Want ze was heel plaatstrouw aan deze plek. En heel plaatstrouw aan haar vaste stukje hout en gras in de Krommenier Woudpolder. En daarmee wil ik het smintenteam bedanken.
En onze gastheren, staatsbosbeheer en de verschillende boeren. En de mensen die de foto's hebben gemaakt. Dank u wel.